De voorzitter van de BVL, ALS, Wilgo Valies, en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, hebben de plooien glad gestreken. Voortaan zal de weg van communicatie worden bewandeld in plaats van strijd te leveren, zegt Wilgo Valies. Nadat Ferrier het besluit nam om het instituut voor de opleiding van leraren op te laten gaan in de Anton de Kom Universiteit, leverde Valies samen met de docenten van het IOL strijd om dit te voorkomen. Valies vond dat de docenten moesten meebepalen wat het instituut moet gebeuren. Hij zegt dat Ferrier eindelijk respect voor de onderwijsgevenden opbrengt. Wij hebben de minister ook advies gegeven om op een andere manier om te gaan met de leerkrachten. Omdat we vinden dat de bejegening van de leerkrachten dus niet op zijn plaats was. En leraren zijn op hun post gebleven, ondanks de moeilijke of de gebrekkige situatie, om het maar op zijn Surinaamse te zeggen. Ze zijn op hun post gebleven, ze hebben werk gezet. En we mogen niet klagen over de output, toch? Dus je kan zeggen wat je hebben wil. Maar tot nu toe zijn er mensen afgeleverd die hun weg hebben gevonden in die samenleving en goed werk doen. Toch? Zonder onderwijs kom je er niet. Valies zegt verder dat de docenten van het IOL zich massaal hebben aangesloten bij de ALS. Eigenlijk de leraren die voorheen bij BVL waren, die hebben zich ook aangesloten en de nieuwe leerkrachten ook. En het blijft zo verlopen? Het zal zo blijven, nogmaals, omdat wij ook willen gaan werken naar één vakorganisatie voor alle leerkrachten. Wanneer we dat, ik weet niet hoe lang dat dat zal duren, maar het is een streven van ons. Alleen om dus de belangen, niet alleen maar van de leerkrachten, maar van het totaal onderwijs veilig te stellen. Wanneer we echt één vuist vormen. Dan zal de overheid of welke regering dan ook rekening houden met het onderwijs en zorgen dat er genoeg middelen beschikbaar worden gesteld voor het onderwijs als je die samenleving op een goede manier wil ontwikkelen. Dit is de basis en wanneer de overheid onvoldoende investeert, zullen ze ook die minder goede producten daarvan plukken. Tot zover Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Hij heeft afgelopen vrijdag een gesprek gehad met onderwijsminister Lilian Ferrier.